Goedemorgen, welkom bij de vierde dag alweer van de iThings Innovatie Kick-off. Deze hele week kijken we naar elke dag een ander onderwerp. We starten met een keynote en daarna volgen vier pitches. En vandaag kijken we naar veiligheid en veilig werken. Dat doen we deze maand in heel veel evenementen. Vandaag veilig werken, morgen contracting en dienstverlening. Volgende week is er alweer een bijeenkomst over zijn pitchontbijt. We hebben een bijeenkomst over robots en arbeidsveiligheid. Er komt nog een pubquiz aan. Dus ook deze hele maand van januari zit vol met mooie evenementen voor u om te bezoeken en om mensen te ontmoeten die specifiek op een bepaald onderwerp afkomen. Je vindt alles over die evenementen op iThings.eu. Nou, dat is vanaf vandaag en de komende dagen. Vandaag kijken we naar arbeid en veilig werken. En daar hebben we het volgende programma voor. Ik maak het regie moeilijk door af te wijken van wat we afgesproken hebben. Dan blijven ze scherp. We gaan straks luisteren naar de keynote van Richard van Capelle van Den Hartog Logistics. Hij is daar verantwoordelijk voor trucking performance. En daar hoort veiligheid en veilig werken bij. En daarna pakt mijn collega Kira pakt de microfoon over. Of die heeft zelfs de eigen schone corona-compliant microfoon. Maar die pakt dan het woord en geeft het podium aan vier pitchers van Secure Logistics, E-Works, Total Safety en Structure Milieutechniek. Mochten jullie ergens iets van vinden, vragen hebben, interactie zoeken, dan kan dat. Dat kan door rechts in het scherm, als je kijkt, zie je een chatbox. Daar zullen wij regelmatig wat vragen stellen, die houden wij ook in de gaten. En jullie kunnen daar je vragen en opmerkingen kwijt en die pakken we dan na de sprekers, na de keynotes of de pitches pakken we die op en stellen we de vragen aan de sprekers of de keynote speaker. Ik hou het kort. Ik ga het woord geven aan Richard van Capelle. Richard, ben jij live? Ik zie dat je live bent. Ik hoor je nog niet. Dat is grappig. Nou, en nu hoor ik je wel. Zie je? Dat is precies op het goede moment. Jij roept dat is mooi. Grappig. Goedemorgen. En dan zet ik mijn microfoon uit. The floor is yours. Nee, dankjewel. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Richard van Capelle. Zoals net al gezegd, werkzaam voor Den Hartog Logistics. En eigenlijk was dat ook mijn persoonlijke introductie. In die zin dat ik verantwoordelijk ben voor de trucking performance, de truckingorganisatie binnen Den Hartog. Mochten daar vragen over zijn, zeker weten dat ik die kan beantwoorden, maar na deze presentatie. Als het onderwerp van vandaag, het veilig werken, daar wil ik veel meer over vertellen. Kan ik ook heel de dag over praten, moet ik niet doen. Sterker nog, ik denk dat iThings daar een heel weekprogramma mee gevuld krijgt. Maar vanmorgen wil ik inzoomen op één specifiek onderdeel van veilig werken. En dat is een onderdeel wat misschien niet zo heel vaak wordt behandeld, waar niet zo heel vaak aan gedacht wordt. Maar voor Den Hartog toch zeker wel de basis is om veilig te kunnen werken. En mijn doel van deze sessie is dan ook dat jullie ergens vandaag, morgen, deze week denken van misschien moeten we daar toch iets mee en dat ik jullie daarmee aanzet tot een bepaalde actie. Dat zou voor mij het ultieme doel zijn voor de naleving van deze sessie. Voor ik hierover begin wil ik wel heel kort even Den Hartog introduceren. De meeste van jullie kennen Den Hartog waarschijnlijk wel. Maar de introductie die ik voor Den Hartog heb, dat is wel belangrijk om het totale beeld een beetje te begrijpen. Heel kort samengevat, je kent Den Hartog van die mooie witte containers met grote letters met vleugeltjes erop. Wij zijn een logistiek dienstverlener, sterk in het vervoeren van bulk chemicaliën. Opgedeeld in drie business units, liquid, gas en dry bulk. Cijfertjes spreken net iets meer tot de verbeelding. Kort overzicht van de belangrijkste statistieken. Wij bedienen nu onze klanten vanuit 47 locaties, verspreid over 26 landen. En als je helemaal naar de rechterkant kijkt, rijden dagelijks rond de 625 eigen trekkers rond. Ook dit aantal trucking partners rijdt dagelijks rond voor ons. Dus ja, die vervoeren de duizenden tankeenheden van A naar B met producten van onze klant naar onze klant. Al met al, een steeds verder groeiende organisatie. Wat ik het in ieder geval ontzettend naar mijn zin heb. Waarbij ook de ontwikkeling niet stilstaat. Om te snappen waarom we de dingen doen die we doen. Een kort overzicht van de strategische pilaren waarop Den Hartog is opgebouwd.
En eigenlijk ook die ontwikkeling steeds verder wordt gemaakt. Dat mooie rode vlakje is niet voor niks rood. Misschien wel Den Hartog rood. Nou, zeker weten Den Hartog rood. Safety is altijd onze eerste prioriteit. Gevolgd door tevreden mensen binnen de organisatie. En wij geloven dat die combinatie de klant altijd centraal zal stellen. En dat we daarmee die klant altijd optimaal zullen bedienen. En blijkbaar herkennen en waarderen onze klanten ook datgene wat we doen. En stelt het ons in staat om te groeien. Maar zoals gezegd, vanmorgen deze sessie staat in het teken van safety. En die safety pillar die wil ik daarom iets verder uitlichten. En safety is best wel een groot breed begrip. Ik kon ook heel veel verschillende andere onderwerpen over safety hierin presenteren. Maar voor ons, als Den Hartog zijnde, is het voornaamste doel om geen ongelukken, geen incidenten te hebben. Wij werken met een zogenaamd Power of Safe programma, waarop wij op teamniveau kijken naar wat betekent safety, welke progressie boeken we op safety. En je moet je voorstellen, dan hebben wij dagen met teams waarop we kijken naar wat is de huidige situatie op het gebied van safety, het gebied van techniek, de organisatie zelf, het gedrag van de mensen, bewustwording, een stuk integratie binnen de organisatie. En hoe kunnen we daarin verbeteringen doorvoeren? Nou, twee praktijkvoorbeelden daarvan. Aan de linkerkant zien jullie de ontwikkeling van de ground-operated tankcontainers. En aan de rechterkant zien jullie chassis met een lage opstap. Het woord zegt het al, ground-operated. De chauffeur hoeft niet meer omhoog te klimmen. Bij ons is dat een van de grotere risico's. Dat een chauffeur omhoog klimt, op een tankcontainer staat, onveilig werkt. Met een ground-operated tankcontainer is dat niet meer nodig. Aan de rechterkant, het is een stukje makkelijker op- en afstappen. En we zien toch dat heel veel incidenten gebeuren met op- en afstappen. Met een lage opstap kun je dat verminderen. Dus twee mooie voorbeelden van ontwikkelingen op basis van een Power of Safe programma. Geïnitieerd vanuit teams, vanuit het denken. Wat is de huidige situatie? Waar kunnen we verbeteringen doorvoeren? Ik weet niet of je het net zag staan in de vorige sheet. Ik ga natuurlijk wel met de vogelvlucht doorheen, want ik heb er maar 15 minuten. Ik ga even terug. Zo'n mooie zin als our safety culture is the cornerstone of our safety performance. Waarom vind ik dat een mooie zin? Nou, omdat me dat altijd een beetje aan het denken zet. En ik weet, buiten onze sector, buiten ons bedrijf, dat dit een gevleugelde uitspraak is en dat heel veel bedrijven dat hebben staan. En ik denk dan altijd maar, ja, hoe dan? Hoe doe je dat dan borgen? En in die resterende tijd die ik jullie nu wil hebben, volgens mijn klok is dat nog ongeveer 10 minuten, wil ik jullie laten zien hoe wij training, hoe wij mentoring als die hoeksteen gebruiken om het aantal ongelukken of incidenten zo laag mogelijk te houden. Vers van de pers, zomaar twee voorbeelden van vorige week, even los van wie, waar of hoe. Maar hieruit blijkt wel dat Den Hartog opereert in een niche market waar risico's aan verbonden zijn. Hier zien we een probleem bij Basef in Frankrijk, een grote productiefaciliteit. Hier zien we een tankwagen die gekanteld is met product. Wij vervoeren producten die niet altijd heel gezond zijn voor de persoon of voor het milieu. Met alle respect, wij vervoeren dus geen pallets met kattengrit. En om een simpel voorbeeld te geven, wij hebben producten dat als de damp van die stof vrijkomt en je dat inademt, je letterlijk nog één telefoontje kunt plegen en daarna houdt het op. Niet om mensen bang te maken, niet om jullie bang te maken, maar het is wel de realiteit en daar moeten we ons op wapenen. Daarom is voor ons safety zo belangrijk. Nou, jullie zien hier op dat tweede plaatje een tankwagen die gekanteld is. Nou, het is totaal niet goed dat de tankwagen gekanteld is. Intern in de markt hebben we altijd wel een grapje erover. Dat de chauffeur dan waarschijnlijk, als die ongedeerd is, dat de chauffeur belt met de werkplaats, joh, mijn spiegel is kapot. Maar goed, in dit geval de tankwagen is, de vrachtwagen is gekanteld, de tanker op zijn kant. Bij het overpompen van de tank die op zijn kant ligt naar een andere tank, ging ook alles fout wat er fout kon gaan. Lading stroomde over. Mensen werden blootgesteld aan het product. Natuur werd blootgesteld aan het product. En mijn vraag hierin, had dit voorkomen kunnen worden? En ik ben van overtuigd dat dat voorkomen had kunnen worden. Waarom? Omdat
statistieken laten zien dat 80% van de incidenten in onze business volledig of bijna volledig te relateren is aan menselijk handelen. Ik ga een paar voorbeeldjes noemen. Een chauffeur die bij het uitstappen van zijn trekker die laatste trede, hè, je weet zo'n trekker die heeft 3 treders in en uit de cabine, maar die laatste trede slaat hij over. Hij maakt een sprongetje, gaat al 35 jaar goed, tot die ene keer en hij heeft een gecompliceerde beenbreuk. Of een chauffeur die tijdens het lezen van zijn documenten aan het lopen is en een obstakel niet ziet en voor enkele weken uitgeschakeld is. Of een chauffeur die denkt dat de operator na het laden die laatste check wel gedaan heeft. Want deze operator die is er normaal niet. Hij werkt normaal met een andere operator. Die doet dat ook. En vanuit die gedachte rijdt hij van de site met een openstaande bodemklep. Een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat het menselijk handelen echt wel leidend is, nou leidend is een groot woord, maar dat het menselijk handelen ertoe leidt dat er ontzettend veel incidenten plaatsvinden binnen onze business. Even een korte vraag voor jezelf. Je ziet hier 2 vragen staan. En die vragen, daar hoef ik nu geen direct antwoord op, maar dit speelt bij ons continu in het hoofd. Is de chauffeur in potentie het grootste risico? Of is de chauffeur in potentie de belangrijkste schakel om veilig transport te garanderen? Ja, zeg het maar. Hè? Ik ben een positief ingesteld persoon. Ik denk daarom graag ook vanuit de positieve kant. En voor mij, voor ons, is die chauffeur die gatekeeper. Die laatste schakel om checks uit te voeren, om te controleren of alles oké is. En met zekerheid wegrijdt van een site of bij een klant. Nou, hoe krijgen we dit voor elkaar? Door chauffeurs continu te trainen, te begeleiden, te coachen om die kwalitatieve chauffeur te zijn die wij nodig hebben in onze sector. Nou, en hoe wij dat dan doen, hoe wij dat opbouwen en hoe dat eruit ziet, dat wil ik je nu nog graag laten zien. Lekker kleurrijk en schematisch. Vanuit training, vanuit mentoring, allereerst denken wij en werken wij vanuit een proces wat voor al onze truckingafdelingen in Europa hetzelfde is. Ik zeg met nadruk niet dat iedere chauffeur dezelfde opleiding krijgt. Ik zeg dat het proces hetzelfde is, afgestemd op de ervaring van de chauffeur en van het type werk wat een chauffeur doet. Aan de linkerkant, met die gezellige kleurtjes, zien jullie de trainingsmatrix. Wat begint onderaan, misschien wel slecht te leesbaar omdat het wit-geel is, maar wat begint bij het selecteren en voorbereiden van de chauffeur. Vervolgens doorgaat naar de basistraining, naar business unit gerelateerde trainingen, gecombineerd met mentor driver training, om vervolgens uit te monden naar de eerste periode in het continu leren, continu monitoren. En iedere chauffeur die bij Den Hartog werkt, doorloopt dit programma van beneden naar boven. En daarnaast werken wij met een eenduidig trainingsproces, waarbij kwaliteit echt centraal staat. Hoe borg je kwaliteit van trainen? Trainers, de output van de trainingen, kwaliteit van de trainingen, het proces van trainen borgen. En een chauffeur is echt niet goed getraind als er 101 trainingen achter zijn of haar naam staan. Een chauffeur is goed getraind wanneer je ziet wat die performance is geweest van die chauffeur. Als die performance van de chauffeur goed is. En dat die performance overeenkomt met de kwaliteitseisen die wij als Den Hartog intern stellen. Dan weet je dat die goed getraind is. En dan weet je ook dat die veilig en efficiënt zijn werk of haar werk kan doen. Heel beknopt overzicht van trainingen die wij onze chauffeurs kunnen aanbieden. We hebben 10 trainingen. We zijn in staat om ook code 95 volledig intern te doen. Centraal staat het werken. Het veilig, zelfstandig werken. Het veilig, zelfstandig rijden. Het veilig, zelfstandig laden, lossen. En omgaan met cleaning. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de tools die we daarvoor in handen hebben. En de tools, dat is een breed begrip. In die zin, het is een compleet Den Hartog training en mentoring programma. We hebben verspreid over Den Hartog Europa trainers rondlopen die continu aan het trainen zijn, aan het coachen zijn. In Rozenburg, dat zie je nu op je sheet, hebben we een high-end simulatie- en trainingscentrum.
waarbij we daadwerkelijk product kunnen laden lossen van de ene container naar de klantcontainer. Dus we kunnen een klant de hartogsituatie volledig nabootsen. En zoals gezegd, we hebben 8 trainers actief in Europa. We hebben 50 mentorchauffeurs in Europa die werken en trainen volgens de kwaliteitsrichtlijnen. Ja, zijn we er dan? Het lijkt erop dat we ontzettend veel doen. Maar nog steeds ben ik niet tevreden. Waar ligt onze uitdaging? Die uitdaging ligt voor mij betreft in dit woordje hier rechts onderin. Driver performance. 2021 staat in het teken om driver performance integraal op te nemen in onze trucking bedrijfsvoering. Wat bedoel ik daarmee? We hebben ontzettend veel data over hoe een chauffeur, hoe een trekker het doet. En die data, die willen wij heel graag combineren in een tool, in een overzicht. Waarmee wij kunnen monitoren wat de incidenten zijn geweest, accidents zijn geweest, complimenten, wel of niet houden aan de snelheid, drive infringements. Ik kan zo nog een aantal van dit soort data eenheden opnoemen. Maar die wil ik samenvoegen in een tool waarin we kunnen zien, deze chauffeur scoort een 8, een 9, zit in groen. Maar op deze punten kunnen we hem nog coachen, kunnen we hem nog trainen. En door continu die performance inzichtelijk te hebben, weten we exact welke chauffeur, welke training, welke begeleiding, welke mentoring of coaching nodig is op dat moment om die chauffeur beter te maken. En bewustwording speelt daarbij een hele grote rol. Bewustwording, want het is mensenwerk. En binnen Hartog hebben wij een van onze kernwaarden, caring. Het voor elkaar zorgen. En vanuit trainingsperspectief wil ik als verantwoordelijke, als een Hartog, er alles aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat iedereen na een dag of na een week werken veilig thuis komt. En zeker in deze coronaperiode is dat nog duidelijker geworden. It's all about the people. Thanks. Dat was mijn verhaal over veilig werken. Ja, Richard, schitterend. Heel inspirerend. En waar je mee begon, je gaf aan... Voordat ik begin, ik hoop dat als jullie dit gehoord hebben, dat je vandaag, morgen, volgende week in één keer een momentje hebt dat je denkt, verrek, dat heb ik bij Richard gehoord, daar wil ik wat mee. En waar je daarmee volgens mij op stuurt, is op bewustwording. Want het kwam later in je verhaal ook terug. Je kunt wel 100 vinkjes zetten achter de naam van een chauffeur dat hij alle training heeft gedaan. Maar je wil graag dat ze die kennis ervaren, dat ze die beleven, dat het ook echt intrinsiek is. Hoe krijg je dat voor elkaar? Want ook daar, je kunt het wel doen, maar hoe merk je nou dat het gaat leven bij die mensen? Nou, wat wij heel erg doen, is wij zetten in op mentorchauffeurs. Waarin we de mentorchauffeurs begeleiden, trainen, om de chauffeurs mee te nemen in het verhaal. In die zin, wij zorgen er ook voor dat wij iedere chauffeur minimaal 1 keer per jaar een zogenaamde best practice observation laten doen. En die best practice observation, dat is een methode die wij hanteren op dagniveau. Waarbij een mentorchauffeur meegaat met een chauffeur. En echt ziet, praat over de dingen die spelen. En aan het einde van de dag een observatie loslaat op die chauffeur. Is die nog steeds veilig in staat om het werk wat hij doet te doen? Nou, dat is voor ons een heel belangrijk borging om die kwaliteit vast te leggen. Ja, daarnaast praten we ontzettend veel met chauffeurs. Zijn we continu bezig met het monitoren van die performance. En wat ik net zeg, die laatste stap naar echt een tool in handen hebben om aan beide kanten van de organisatie, zowel aan de chauffeurskant als aan de managementkant, noem maar even, om dat inzichtelijk te maken. Ja, dat is een hele belangrijke stap voorwaarts om dat echt te gaan borgen binnen onze organisatie. Ja, en om mensen dan ook te gaan monitoren en bewaken, dat klinkt allemaal zo eng, maar je helpt ze eigenlijk om veiliger te werken. Hoe wordt dat ervaren, mensen zeg maar kunnen scoren op hun performance, dat ze kunnen merken dat het goed gaat? Nou kijk, waar wij nu al heel veel mee bezig zijn, is wij maken de chauffeurs continu bewust van de mogelijkheid die ze hebben om alles wat onveilig is of onveilig zou kunnen zijn te melden. Dat noemen wij de neermissers, ook wel bekend binnen onze sector. Daar gaan wij zo zorgvuldig als mogelijk mee om. Dat is een hele belangrijke stap.
om, daar begint eigenlijk ook die bewustwording al. En dat zeg ik, daar hebben we dan de trainers ook, de mentorchauffeurs voor nodig, om daar die eerste stappen mee te nemen. En als je kijkt naar het meten van die performance, ik denk dat onze chauffeurs daar wel redelijk aan gewend zijn. En het is ook niet, Den Hartog is geen type organisatie die dat gebruikt als stok achter de deur om mensen weg te werken. Nee, Den Hartog is echt wel nog steeds een familiebedrijf die, als je bij ons aan boord bent, dat je weet waarvoor je tekent en dat we je beter willen maken als mens, maar ook als werknemer. En ik denk dat dat vooral centraal staat bij ons. Oh ja, wat ik je daar ook in wil zeggen is dat het een duidelijk tweerichtingsverkeer is tussen degene die het uit moet voeren en de opmerkingen die hij heeft en jullie die dat faciliteren. Om ja. te zorgen dat die zijn spiegel er niet afrijdt op een of andere manier. Ja, precies. Helder. Nou, dankjewel voor een inspirerend verhaal. Ik hoop voor jullie, voor de bezoekers, dat je inderdaad op een gegeven moment denkt van, hey, daar ga ik wat mee doen, daar kan ik wat mee. En wellicht dat de pitchers van de volgende vier verhalen je daarbij kunnen helpen. En om die overstap te maken, stap ik uit beeld en geef ik het woord aan Kira. Richard, heel erg bedankt voor je inspirerende verhaal. En pitchers, jullie zijn aan de beurt. Goedemorgen dames en heren. Zoals u in beeld kunt zien zijn er vier pitches vanochtend. Daar gaan we zo meteen snel naartoe. Heel even kort nog iets over de chatfunctie. Deze ziet u namelijk niet als u in het volledige scherm dit event kijkt op uw computer of laptop. Als u op escape klikt, dan komt u in de YouTube omgeving en daar ziet u in de rechterkant uw chatfunctie. En kunt u rechtstreeks uw vragen stellen aan de pitchers tijdens de pitch. Wij gaan er dan ook direct met de sprekers op in. Ik ga nu snel naar de eerste pitcher, dat is Frank de Krouw van Secure Logistics. Frank, ben jij klaar om je camera en microfoon aan te zetten? Staat de microfoon aan en de camera ook? Wij zien jou loud en clear, zo je kan starten met je pitch. Zo, je kan starten met je pitch, dat is mooi. Nou, heel in het kort over Secure Logistics. Sinds 2003 zijn we pionier op het gebied van veiligheid rondom identiteit en toegang. Specifiek voor de zakelijke gebruikers in de logistiek, bouw en industrie. En eigenlijk hebben wij privacybescherming in ons DNA zitten. We zijn dus al meer dan 20 jaar AVG-proof bezig voordat er überhaupt sprake was van AVG. Zoals we zelf zeggen, hebben we privacy by mindset. Wij zijn gewoon goed in controle op identiteit en attestaties. Attestaties, wij bieden dus aanvullende informatie bij controle over de bevoegdheden en de capaciteiten van jouw medewerker. En dat doen we door middel van real-time koppelingen met diverse registers. Denk hierbij aan SSVV voor een VCA, TCVT voor een kraanmachinisten of NOGEPA voor de offshore-industrie. Maar totaal hebben wij meer dan 160 koppelingen liggen met registers en opleidingen. En waar wij nu echt het verschil in maken, in de fysieke wereld, ik heb ze hier al in mijn hand, met de access keys. Bijvoorbeeld de cargo card voor vrachtwagenchauffeurs, de DSP Digital Safety Passport voor bijvoorbeeld contractors, of de portkey voor douane, CA of politie en een aantal anderen. En hiermee weten wij het toegangsproces tot al 90% te versnellen. Maar kijken we nou naar de digitale wereld, daar zitten we nu in. Bedrijven met meer dan 50 medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat zij vele tientallen applicaties gebruiken. En dat betekent nogal wat, want je moet dus elke keer opnieuw aanmelden, wachtwoordbeheer, denk aan ketenaansprakelijkheid. Op onze access key zit ook de access ID. En dat is een single sign-on mogelijkheid. En dat is natuurlijk een geweldige oplossing. Den Hartog, althans de chauffeurs van Den Hartog die met een cargo card werken, die gebruiken de access ID om bijvoorbeeld veilig in te kunnen loggen op de ECT-app. Nou, met onze access ID kan je dus het risico op cybercriminaliteit verlagen, maar je kan ook de werkdruk binnen je IT-afdeling verlagen. Onze Access ID app op de telefoon, eigenlijk het groene boekje voor op je telefoon, bieden wij geverifieerde informatie over werkgever, werknemer en dienstkwalificaties, inclusief pushmeldingen. Ideaal natuurlijk als je generieke poortinstructie dreigt te verlopen. En met deze innovatie kan je dus werken aan hogere arbeidsveiligheid, procesveiligheid, cyberveiligheid, privacyveiligheid. En als ik mag samenvatten, onze Access ID. We hebben een community opgebouwd met meer dan 7400 bedrijven, 50.000 gebruikers uit 33 landen. En wij doen per dag meer dan 1 miljoen verificaties, waarvan 40.000 verificaties biometrisch.
En alleen al in de haven van Rotterdam, voor de 5 grote terminals, weten we hierdoor circa 90 miljoen op jaarbasis te besparen. Dus ik ben heel benieuwd wat wij voor jouw toeringsproces kunnen betekenen. Dankjewel. Dankjewel Frank voor je pitch. Goed verhaal ook. Waar ik heel even aan zat te denken, want je startte gelijk met de AGV. Merken jullie toch iets van weerstand als jullie voor het eerst bij een klant komen? Dat ze het idee hebben dat ze toch gevolgd worden waar ze zijn en wat ze aan het doen zijn? De vraag is er altijd bij een klant. Wat gebeurt er met mijn gegevens? Maar het unieke aan ons systeem is dat op het kaartje zelf geen persoonsgegevens staan. Dus daarmee voorkomen wij dat iedereen bang is dat zijn gegevens overal achterblijven. Een vrachtwagenchauffeur had in het verleden of een paspoort of allerlei certificeringen bij zich die hij moest achterlaten bij de balie, oftewel de kopietjes gemaakt. En met onze Access Key en de Access ID is dat niet meer mogelijk. En je gaf aan dat jullie in 33 landen actief zijn. Zijn jullie ook in heel Nederland actief? Is er een, hoe noem je dat, een schaal of een schaalnetwerk over Nederland gelegd? Als je het hebt over acceptatiepunten waar een van deze access keys wordt gebruikt. We hebben 94 acceptatiepunten in Nederland, een aantal in België en een aantal in Duitsland. Oké, dankjewel voor je toelichting hierop nog. Frank, bedankt. We gaan door met de tweede pitcher. Dat is Chantal de Groot van eWorks. Chantal, ben jij klaar om je cameramicrofoon aan te zetten en je presentatie te delen? Ik ben er klaar voor. Als het goed is, kunnen jullie mij zien. Ja, wij zien jou, we horen jou en je mag van start. Nou, goedemorgen allemaal. Ik ben Chantal de Groot, werkzaam bij eWorks. En ik ga iets meer vertellen hoe je met onze tools niet alleen veilig werken kan bevorderen, maar ook deze als opstap kan gebruiken naar een krachtige USP. Nou, wat doen wij? Wij ontwikkelen digitale leeroplossingen voor de industrie geënt op veilig werken. Die bewustzijn vergroten en daarmee voor gedragsverandering kunnen zorgen. En die je helpen klimmen op de veiligheidsladder. Dat doen we onder andere door e-learning, toolbox meeting support, toetsing, onboarding, poortinstructies of bijvoorbeeld een safety app zoals jullie hier zien. Maar goed, als je deze producten goed inzet, kunnen ze je ook helpen om je veiligheid niet alleen intern te verbeteren en te versterken, maar ze helpen zelfs om als USP in te zetten. Nou, wat doen onze producten dan? Onze producten helpen een oplossing te bieden die een bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers binnen de organisaties en daarmee versterken je veiligheidscultuur. Dit leidt heel simpelweg tot vermindering van risico's en incidenten. Daarnaast kan je met onze producten compliance aantonen. Heel handig als je certificeringen, normeringen en keuringen moet omgaan. Onze tools helpen digitaliseren, wat resulteert in tijds- en kostenbesparing. En we helpen je een gezonde veiligheidscultuur te leveren. Want je wordt bewust van veiligheid, je bent daar bewust mee bezig. En dat helpt je weer in de communicatie te openen en te verbeteren. Omdat je informatie gemakkelijk beschikbaar hebt, makkelijk over kan dragen en kennis tot je kan nemen. En dit helpt dan ook weer in het neerzetten van een goed imago. Waardoor je dus uiteindelijk veiligheid als een krachtige USP kan gebruiken en inzetten. En dat is tenslotte weer goed om klanten binnen te gaan halen en te gaan winnen. En te behouden ook zelfs. Nou, om een goed imago op veiligheid, dat zorgt voor vertrouwen. En daar kan je klanten mee winnen, zoals ik zeg. Maar om het om te zetten naar een USP zijn er wel een aantal belangrijke factoren om rekening mee te houden. Nou, wat moet je doen? Je moet betrokkenheid creëren. Dus hoe doe je dat? Veiligheid moet je verantwoordelijkheid maken van iedereen. Dus top-down in de organisatie laten zijn en niet alleen van de afdeling QSAE. Er moet samengewerkt worden. Dus dat betekent dat QSAE, sales en marketing, zij aan zij moeten staan, elkaar op moeten zoeken in bepaalde offertetrajecten, marketingcommunicatiestrategieën of veiligheidsadviezen of beleid daarop. Zoek elkaar op. Ten derde, aantonen van zaken. Dus je kan certificaten en keuringen vermelden in je marketing- en communicatiestrategie. Zo kan je het makkelijker uitnutten. En anderen laten spreken. Dus laat anderen aan het woord. Klanten, werknemers aan het woord laten over de veiligheid binnen de organisatie en hoe dat ervaren wordt. Nou, wat kan eWorks dan daarin verder betekenen? Onze tools helpen je verder op weg. Dus je kan niet alleen veilig werken bevorderen, maar je haalt er ook nog meer uit voor jezelf en de complete organisatie. Als je ze ook ziet als de eerste stappen in het versterken van je marktpositie.
Dank jullie wel voor de aandacht. Dat was hem. Dank je wel, Chantal, voor je pitch. Even, je gaf aan, hè, je hebt alle lagen van een bedrijf nodig om mee te gaan in jullie product. Waar start je mee als je bij een klant binnenkomt? Wij starten wel bij de afdeling veiligheid. Dus ik kom altijd eerst in gesprek met QSAE-manager, CAM of VGM-coördinator. En werken jullie met standaardprogramma's of hebben jullie ook bedrijfsspecifieke trainingen? Nee, wij leveren ook maatwerk, maken dat samen met de klant. Dus waar wij goed in zijn, zeggen we altijd, is het verleiden tot leren. Dus wij helpen mensen met de content om te zetten in bepaalde leerdoelen, die ervoor zorgen dat mensen ook daadwerkelijk kennis tot zich nemen. Want vaak heb je te maken met mensen die al jarenlang in het vak zitten en die eigenlijk de houding aannemen van, nou ja, goed, ik weet dit allemaal wel, want ik doe het al elke dag. En juist die mensen moet je triggeren om weer kennis tot zich te willen nemen. Want veiligheid moet je gewoon elke dag bewust mee bezig zijn. Dus het is niet een kwestie van hele moeilijke vragen stellen, maar gewoon even kort de aandacht neerzetten en even weer scherp stellen, dat ze weten voordat ze aan het werk gaan van, oh ja, hier moet ik vandaag rekening mee houden. Ja, heel belangrijk inderdaad en een goede manier om het zo aan te pakken. Dankjewel Chantal voor je pitch. In de terugblik die wij maandag sturen rondom deze hele week komen alle pitches die zijn opgenomen in deze week. En vindt u alle informatie ook over eWorks en over alle bedrijven die hun pitches hebben gedaan. Ik ga door met de derde pitch. Die is van Total Safety, Erik Sinnemers. Erik, ben jij klaar om je camera en microfoon aan te zetten? Als het goed is, hoor je me wel. En als het goed is, kom ik nu in beeld. Klopt dat, Kira? Ja, klopt. Dat gaat ook. Dat klopt. Je bent in beeld. Je mag van start gaan. Helemaal goed. Nou, mijn naam is Erik Sinnemers, sales manager binnen Total Safety Europa. Goed, verdere informatie over Total Safety zoek het gerust even op onze website of kijk op de site van iTanks. Waar ik het vandaag over wil hebben, Erik, in het kader van de week. Erik, ik ga je even onderbreken, want je hebt op presenteren gedrukt terwijl je geen presentatie hebt. Zou je even op stoppen kunnen zetten? Dan zien we je helemaal in beeld, anders hebben we het hele scherm van jou in beeld. Nee, als je even stopt met presenteren nu. En nu gaat praten. Nu horen jullie mij. Jullie zien en wij zien jou volledig in beeld. Dankjewel, Erik. Oké, perfect. Nou, dan ga ik het nog iets sneller doen om de tijd te respecteren. Dus verdere informatie over Total Safety, kijk even op onze website. Ik wil het in het kader van Week op de Veiligheid hebben over het dragen van mondmaskers. En of maskers juist aansluiten op het gelaat. In onze petrochemische industrie of in tankcleaning of asbestsanering dragen we veelal volglaatsmaskers en halfglaasmaskers. Ja, maskers dragen op dit moment allemaal. We worden op dit moment allemaal een specialist. Hè. En met de huidige pandemie dragen we een vorm van mondmasker. Echter, ja, daar zitten vrij weinig normeringen in. En ja, dat doekje is het eigenlijk puur ter preventie dat wij geen bacillen of virussen verder gaan verspreiden en andere mensen mogelijk kunnen contamineren. Anders is het natuurlijk in de medische sector, waarbij het zorgpersoneel, zeker op de kritieke afdelingen, beschermd moeten zijn tegen de virussen die de patiënt weer meenemen, dat zij dus niet besmet raken. Dus ze dragen daardoor ook andere, wij noemen dat FFP2-maskers, dat zijn meer cupjes, die goed moeten aansluiten op het gelaat van het personeel. Nou, transitie maken naar onze markt, dus de petrochemie en eigenlijk overal waar gevaarlijke werkzaamheden zijn, waar je dus een vorm van ademscherming moet dragen. Een volglaatsmasker, een masker met filter, onafhankelijke adembescherming of afhankelijke adembescherming. Ja, wil je toch wel graag dat die maskers goed aansluiten? Want je wil niet dat de mensen bloot komen te staan aan de gevaarlijke stoffen waar Richard het onder andere zojuist al over had. Of de keramische vezels of asbest of noem maar dat soort producten. Dat willen we gewoon absoluut niet. Nou, elk gelaat is anders. Hè. Ik heb een wat ronder gezicht, de andere heeft een ovale gezicht, vierkant. Dat heeft allemaal te maken met vorm, kleur, lengte.
formaat, gewicht. Ik heb een baard. Ja, ook dat is niet zo heel erg goed bij het dragen van maskers, want dan gaan de maskers weven. Nou, om dat zeker te stellen dat de maskers de juiste zijn, want er is niet één masker voor elk gezicht, doen wij een zogenaamde face fit test. Dat houdt dus in dat wij de gebruiker gaan testen of het masker juist op zijn gelaat aansluit. Wij zetten het masker op zijn gezicht, we sluiten hem aan op een testapparaat en we laten hem, we spannen het eerst goed af dat het juist aansluit en daarnaast gaan we het masker en de gebruiker testen door middel van een aantal bewegingen te laten maken. Het is gezicht van boven naar onder, van links naar rechts. We laten hem bukken om zeg maar de werkzaamheden te simuleren, want gedurende de werkzaamheden kan het masker gaan gapen en daardoor kunnen die gevaarlijke stoffen of keramische vezels weer binnendringen, wat we natuurlijk ten alle tijde willen voorkomen. Nou, uiteindelijk zullen wij zien dat wat het resultaat is van die test. Op het moment dat het masker niet juist aansluit, kijken we eerst of er wat met het masker aan de hand is. Anderzijds kijken of het de juiste maat is van het masker. Soms zien we dat bepaalde merken diverse maten in het assortiment hebben. Maar mocht dat niet het geval zijn, ja, dan kijken we bij een ander merk. Maar uiteindelijk zorgen we er altijd voor dat elke gebruiker het juiste masker heeft voor zijn gelaat en altijd bescherm is voor de werkzaamheden waar die natuurlijk mee moeten werken. Want ik sluit me volledig aan bij Richard en de vorige sprekers. Ja, we willen aan het eind van de dag natuurlijk allemaal ervoor zorgen dat de medewerkers ook weer veilig thuiskomen. En daar staat ook onze missie voor. Het well-being van workers worldwide. Inderdaad, de hoeksteen. Nou, voor verdere vragen over facefit testen, maak gerust een afspraak met ons. Of kijk even op de site van iTanks of bij Total Safety. Dankjewel. Dankjewel Erik. Inderdaad, dit onderwerp heb je in de iTanks iSolutions Guide gezet. Hè. Daar kan je hem terugvinden straks ook samen met jouw pitch over dit onderwerp. Je gaf zelf al even aan dat je een baard hebt. Kan je ook inderdaad zo'n masker sluitend maken op een baard? Het wordt heel erg lastig. Het hangt af van het type baard. Omdat je hebt hardere haren, zachtere haren. Ja, en zeker stoppelbaarden. Het klinkt heel vreemd. Als je een iets vollere baard hebt, dan wil die soms nog wel eens beter aansluiten. Als de mensen een stoppelbaard hebben. Want die stoppels, die zijn scherper, die zijn korter. Maar die zorgen eigenlijk daardoor ook voor meer afstand tussen het masker en het gelaat. Dus ja, het moet altijd getest worden. We zeggen niet per definitie dat het niet gaat. Maar geen baard is in onze industrie eigenlijk wel min of meer de standaard. Dus ja, ik zou wat dat betreft ook waarschijnlijk toegelaten worden en door de test heen gaan komen. Nee, dat klopt. En als jullie, want het geldt op plants en terminals voor best veel mensen, doen jullie die test op locatie of moeten mensen richting een omgeving die jullie hebben ingericht? Nee, wij doen ze op locatie. We doen ze bij de raffinaderijen, bij energiecentrales, bij tankcleaners. We doen ze eigenlijk overal binnen Europa, ons segment. Dus dat is voor ons allemaal mogelijk. Oké, dankjewel Erik voor je pitch. We gaan door naar de vierde en laatste pitch. Dat is Leon van Zochel van Structon Milieutechniek. Leon, ben jij er klaar voor? Ja, Kira, ik ben er klaar voor. Dankjewel. Je mag starten. Super, daar gaat hij. Goedemorgen, Leon van Zochel van Structon Milieutechniek, specialist gevaarlijke stoffen. Ik neem jullie graag mee naar een klusje. We zien het werk, zien we ook onze veiligheid. We zien het werk. Natuurlijk zien we het werk. Het werk is het verwijderen van een oude afzuiginstallatie en het vervangen door een nieuwe afzuiginstallatie. Eenvoudige klus. Concreet, het weghalen van alle PVC-leidingen. Het maken van een VNG-plan. Wat zijn de gevaren? We werken op hoogte, struikelgevaar. We werken in een kelder, een laag plafond. We kunnen ons hoofd stoten. Dus de leidingen op hoogte en in de kelder. Situatie. Het is een hal waarin mengketels staan opgesteld. En deze ketels die mengen vaste stoffen met water tot een spoelmiddel voor chemische toiletten. Een snelle, eenvoudige klus. Toch? Er wordt zelfs gedacht aan onze veiligheid. Een VNG-plan. Werk op hoogte. We gebruiken een hoogwerker. Gebruik van een gekeurde steiger. Valbeveiliging. Werk in de kelder. We zetten een helm op. En we hebben alles netjes opgeruimd, waardoor we een veilige werkruimte hebben gecreëerd. Het is een hal. Heb ik iets gemist? Het is een hal waarin mengketels staan. En deze ketels die mengen vaste stoffen met water tot spoelmiddel voor een chemisch toilet.
de vaste stoffen betreft, gevaarlijke stoffen klasse 4.1. Maar er zijn ook blijkbaar klasse 8 en klasse 9 stoffen. Heel erg opgesteld. We zien ze bijna niet. Is het nog steeds een eenvoudige klus? De PVC-leidingen die kunnen resten bevatten van gevaarlijke stoffen. Dus die PVC-leidingen moeten verwijderd worden met de nodige beschermingsmiddelen. Een chemie overal, een volgelaatsmasker, afhankelijke ademlucht en kundig en opgeleid personeel. Voor een eenvoudige klus, wat bieden wij? We bieden een vier ogen principe. Hoe simpel dat werk ook lijkt, wij kijken graag vrijblijvend met u mee voor u en onze veiligheid. Dankjewel voor je aandacht. Leon, dankjewel voor je verhaal. Het is ook een zienswijze, hè, die jullie vanuit Structon met de klant mee willen kijken. Hoe vaak worden jullie nou van tevoren al benaderd? In plaats van, je zou kunnen denken dat je achteraf, als het te laat is, wordt benaderd. Maar hoe vaak kunnen jullie nou voor zorgen dat je eigenlijk op het goede moment al bij die klant binnen zit? Nou ja, wij proberen inderdaad wel onder de aandacht te komen. Maar het is natuurlijk de klus, daar ziet de opdrachtgever zelf. En ja, we hebben het hier over veiligheid. En dan merken we toch vaak dat die klus te eenvoudig wordt ingeschat. En ja, en komen wij erbij, dan kunnen we daarop wijzen. Dus wij hopen altijd dat we van tevoren al in contact staan met een opdrachtgever en dat we mee kunnen kijken. Ja, dus ook een goed moment om hier even aandacht te vragen voor dit issue en voor dit onderwerp. Jouw pitch wordt ook opgenomen. Die gaat volgende week in een nieuwsbrief mee, dus daar kunnen mensen hem nog even terugkijken. Voor nu sluit ik het hier af. Morgen hebben we de laatste dag van de Innovatie Kick-off 2021. Service Providing en Contracting. Een mooie keynote vanuit Schiphol en 4 gave pitches. Zorg dat je erbij bent. Aanmelden kan via onze website. En graag tot morgen. Dank u wel.